Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Content Veen seizoen 3. We staan hier vandaag bij mijn gloednieuwe vuurtoren die we in de vorige video gebouwd hebben. En oh, wat ziet hij er mooi uit! Ik ben nog steeds enorm blij met het resultaat van deze vuurtoren. Er zijn sinds deze vuurtoren gebouwd, dus jongens, geen zeevaartongelukken meer geweest. Voor die tijd, ik liet het nooit in video's zien, maar echt elke dag was er wel een nieuw schip dat tegen deze rots hier aan knalde. En dat is nu eindelijk voorbij. Maar goed, vandaag gaan we de vuurtoren lekker met rust laten, want ik heb een andere hele leuke planning voor jullie. Laten we hier even onder het boothuis doorlopen. Die gaan we nog niet inrichten deze aflevering. En ik heb al besloten wat ik op dit schiereiland hier wil hebben. Alleen ik weet niet of dat deze aflevering komt. Want ik weet niet of ik daar tijd voor ga hebben. Ik hoop het wel. Ik hoop echt dat ik deze aflevering kan beginnen met wat ik hier wil gaan bouwen. Maar dat zien we zo meteen wel, want eerst wil ik heel even op bezoek gaan. Want eerst wil ik heel even op bezoek gaan bij twee piraten die hier tegenwoordig wonen. Char en Joris wonen tegenwoordig in het piratenhotel. Dus daar wil ik heel even heen lopen. Want ik wil even een paar dingetjes aan hun gaan vragen. Oh, ik heb in de vorige video ook mijn netherportal verplaatst naar het schedel daar. En dat ziet er zo goed uit, jongens. Het feit dat je nu die paarse mond daar in dat schedel... Oh, dat is zo cool. Dat vind ik oprecht heel cool. Goed, we zijn bij de twee piraten die een camera hebben opgehangen voor hun hotelkamer. Laten we even aanbellen. Hallo? Hallo? Ik zie jullie wel. Het is een week geleden. Wacht, jullie horen me waarschijnlijk nog niet. Het is... Hallo. Het is een week geleden. Het betekent dat jullie huur moeten betalen, piraten. Jullie wonen hier nu officieel een week. En jullie... Ik heb nog geen huur gezien in mijn brievenbus. Ja, maar... Ja. Nee, maar het is ja, nog... Dit is de dag van de week. Dus we hebben tot deze hele dag nog. Jullie hebben de hele dag de tijd. Maar volgens het contract staat hier... Kijk... Huurcontract voor piraten, verhuurde kapitein Knalnet, huurder is piraat Joris en Sharprijs. 3 diamonds per week, plus helemaal achterin 2 extra. Dus jullie hebben inderdaad de hele dag, dat is helemaal prima. Oké, okay, nee, maar ik was net onderweg, ik was net van plan te brengen, dus ik heb... Oh, je mag het ook hier doen. Mag ik binnenkomen? Helemaal? Ja, kom maar. Oh, oké, okay, ja. En ik heb zelfs, omdat we onze boot hier mogen aanmeren... Ja, daar wil ik het nog even over hebben, maar oké. Okay, ja. Nee, dat is extra voor de staanplaats van de boot. Oh, ja, oké. Okay. Ja, oké, okay. Ja, het ding... Jullie hebben daar een prachtige mooie boot. Alleen, valt jullie niet iets op aan die boot? Vergeleken met alles hier in de omgeving. Nou, we kwamen wel erachter dat we alle andere boten inhaalden. Dus die andere boten zijn gewoon van mindere kwaliteit. Jullie boot is echt gewoon modern. Jullie hebben gewoon een moderne speedboot gebouwd. Terwijl alles hier een beetje ouderwets is gewoon. Zoals jullie outfits zijn ouderwets. Ja, dat is het enige wat de verkleedwinkel had. De verkleedwinkel? En jouw verkleedwinkel heeft ook nog gewoon een te klein... kostuum naar je gegeven. Je mouwen die zijn helemaal uitgescheurd. Maar dat is niet belangrijk. Dank jullie wel voor de diamonds. Ik accepteer het. Jullie mogen die speedboat houden. Yes. Totdat ik hem sloop. Oh. Nee. Jullie houden hem gewoon totdat ik hem sloop. Oké, hebben jullie een ender chest waar ik even mijn diamonds kwijt kan? Dat is heel snel, heel makkelijk. Dank je wel. Wacht. Ik ga ze eerst even zo. Hoppakee. Top. Hey, kan ik even binnenkomen nog? Ja hoor. Ja? Kom maar binnen. Gezellig. Kom maar. Oh, jij mag blijkbaar niet binnenkomen. Hey, waar zitten jullie meestal als jullie gewoon gezellig willen zitten? Hier? Ja, meestal hier. Oh, oké. Okay. Hey, vanwaar die camera voor jullie deur? Veilig, hè? Ja, voor wat? Ik ben de enige die hier volgens mij woont. Ja, maar je een bent paar wel villages. Piraat. Ja, ik ben wel een piraat. In dat opzicht, ik wou een paar keer inbreken, maar de camera heeft me wel gestopt daarvan. Dus... Nou, kijk. Het werkt. Ja, hij werkt wel goed. Maar de DBE. Daar hebben jullie vast wel van gehoord, toch? Ja, inmiddels hebben we dat gebouw gezien. Dat is niet te missen. De DBE is niet te missen. Maar ik ben er dus naar achter gekomen. En mijn vermoedens zijn dat de DBE staat voor de boselfjes. En jullie zijn, voordat jullie piraten waren... Want ik neem aan dat jullie het boselfleven achter hebben gelaten inmiddels. Dat is onbelangrijk natuurlijk. Ik heb wel heimwee. Maar het is wel even geleden dat we er geweest zijn. Heimwee, ja. Nee, maar jullie zijn de boselfjes. Als nu dan piraten even, maar... Klopt dat? Betekent DBE de boselfjes? Dat kan. Dat kan. Ik vond de boereneenheid ook wel een goede optie. De boereneenheid, ja, dat was mijn eerste gedachte. Weet je, ik ga daar nu heen. Jullie blijven hier. En ik ga kijken. Wat ik ga gewoon naar binnen. Ik ga gewoon naar binnen stormen. En ik ga gewoon proberen te praten met die mensen. Ik weet niet wie het zijn. Heb je al gezien, al die bordjes gezien? Er stond overal verboden toegang, dus ik weet niet of het standaard is. Ik ben er al 2 keer geweest en 2 keer heb ik me eraan gehouden. Maar deze keer ga ik gewoon echt naar binnen. Ik ga gewoon naar binnen stormen. Oké? Okay? En dan kom ik terug met verslag. Ja, ik hoop dat je terugkomt. Ja, is dit het dreigement? Nee, ik weet niet wat daar gaande is. Er zal wel zijn voor die bordjes. Ik ook niet, maar we gaan het zien. We gaan het zien. Hey, ik ga er nu heen. Ja, veel succes. Ik ga zeggen, wens me veel succes. Dank jullie wel voor de huur. Geniet van jullie speedboot. Geniet van Piratenland. Er komt binnenkort nog wat leuks daar aan de overkant.
waar jullie ook heel veel aan gaan hebben, oké? Okay? Ik zeg nog even niet wat. Net zoveel als het huis wat we zelf hebben gebouwd en ingericht en voor moeten betalen. Ja, nog nuttiger. Nog nuttiger. Nog nuttiger. Dat komt helemaal goed, oké. Okay. Nou, ik ga naar de DBE. Veel plezier. Doei. Nou jongens, laten wij naar de DBE gaan. Goed, Benno, we staan hier nu heel dicht bij de winkelvallei. Daar is Piratenland en daar bovenuit steekt het DBE-gebouw. We gaan die kant op. Ik ben er al 2 keer geweest, volgens mij zelfs 3 keer. Maar dit is het moment dat we naar binnen gaan en we gaan vragen wie de DBE zijn. Wat ze willen, of het de boselfjes zijn, of het de burgereenheid is, de boereneenheid. De Brabantse elite, weet ik veel. Benno, we gaan kijken wat ze willen. Wat de DBE wil. Het is zover. We gaan die kant op. We rijden met jou gaan we nog even een stukje verder rijden. De DBE. Ik gok echt de boselfjes. Maar ik zou heel blij zijn ook als het misschien de boereneenheid was. Dan had ik het niet fout. Kijk, daar is het. Daar is het. Het mysterieuze gebouw. Ik ben echt heel benieuwd wat het is. We gaan langzaam naar boven hier nu. Ik denk dat ik jou hier ga laten, Benno. Hoppakee, ik laat jou hier. Ik kom zo voor je terug, hoop ik. Ik vind het een beetje spannend. Ik vind het oprecht een beetje spannend. Want hier staat het bordje verboden voor onbevoegden. Ik ben onbevoegd, maar ik ga toch door. Broek uit op je hoofd. Als ik hem op mijn hoofd kon zetten, had ik hem op mijn hoofd gezet. Kijk, en dit bordje vooral hier. Let op, betreden is boem boem. Nou, ik hoop niet dat ik opgeblazen word. Maar we gaan het risico nemen. We gaan het risico nemen. Ga terug, niet betreden. Verboden te betreden. Die camera is mij nog niet eerder opgevallen. Stond die camera er al eerder, jongens? Ik weet het niet. Oh, er zijn sowieso meerdere meerdere camera's. Verboden toegang. Dat geldt natuurlijk niet voor mij. Goed, verboden toegang. En de camera's, ik denk dat ik er gewoon overheen ga springen en dan zie ik het wel gewoon. Wat zijn we aan het doen? Ik wist het, ik wist het. Jij bent het! Ik wist dat jij het, dat jullie het waren. Wat zie je eruit? Wat ben je? Weet je wat, ik speel al gewoon even mee. Hallo, ik ben Piraat Knalnut. Wat doe jij aan de andere kant van de boom? Ja, ik wil... Volgens mij is het bordje vrij duidelijk. Ja, ik snap dat het bordje duidelijk is, maar... Ja, ik heb... Jij zit... Jij bent Char, ik heb net nog met jou in een hotel zitten praten. Oh ja, dat is zo. Ja, wat toevallig. Ja, jij ook hier. Ja, jullie hadden geen idee wat het DBE was. Nee. Hey, mag ik binnenkomen? Ik heb een brief van jullie gehad een paar dagen geleden over dat jullie Piratenland en Cowboy het Wilde Westenland in de gaten houden. Ja, dat klopt. Even denken. Denk jij maar even. Ik wist het, jongens. Ik zei het toch. Het zijn die boselfjes, die piraten. Die zitten hier nu gewoon in een soort, wat is het, DBE-outfit? Ja, het kan wel even. Ja, kan ik er omheen lopen? Ja. Prima. Oh, ik ben heel benieuwd. Dat is eindelijk het DBE-gebouw. Ja, heel eventjes, heel eventjes. Ik denk ook niet dat ik alles te zien krijg, maar... Oh, jemig. Oh, mijn god. Oké. Okay. Wow, wat is dit? Welkom bij DBE. Jij ook al! Wat heeft dit te betekenen? Hoe snel? Ik zei nog, blijf nou. Hoe snel hebben jullie omgekleed en zijn jullie hier gekomen? Hebben jullie een geheime tunnel of zo? Oh mijn god. Dat is niet belangrijk. Maar wat kom je hier doen? Wie heeft jou binnengelaten? Je collega. Oh, oké. Ik kwam hier omdat jullie een brief naar mij hebben gestuurd. En ik snap het niet helemaal. Jullie gaan alles in de gaten houden. Maar sinds wanneer... Wie heeft jullie toestemming gegeven om dit gebouw hier te bouwen? Zo dicht bij de winkelvallei. Dit gebouw is aan ons toegekend. Wij hebben hier gewoon een... shit, hoe noem je zoiets? Wacht. vergunning. Wij hebben hier gewoon een vergunning voor. Gekregen van de... De vergunningmaker. Ja, een vergunningmaker. Ja. Goed verhaal. Ja, oké. Okay. Jullie hebben een vergunning gekregen. Waarom is jullie brievenbus hier binnen? De brievenbus is binnen. Nou, dit boekje verklaart een hoop, denk ik. Mag ik dit lezen? Ja. Dit boekje? Oké, ik ga dit boekje lezen. Geachte continentbewoner, wanneer u dit leest, moeten we spijtig genoeg concluderen dat u ons terrein bent binnengetreden zonder toestemming. Als eerste willen wij u erop attenderen dat dit consequenties zal hebben. Nu u hier toch bent, zijn wij benieuwd wat u van ons wilt. Laat daarom een bericht achter in onze brievenbus. Mochten wij aanwezig zijn, zul je snel genoeg merken. Maar kan ik niet gewoon vragen aan jullie hier nu hoe en wat? Of moet ik het echt in de brievenbus? Ja, we zijn nog wel bezig met verhuizen. Dat kunnen we misschien wel zo meteen een klein beetje laten zien. Maar ja? Het is allemaal nog een beetje nieuw. Dus we moeten nog even kijken hoe het werkt. Zelfs voor jullie is het... Maar jullie zijn de bossen. Het is onze nieuwe baan. Jullie nieuwe baan, maar jullie zijn... Ik heb jullie... Jullie slapen in mijn hotel. Dat kost geld, dus je moet ook geld verdienen. Oh, jullie moeten geld verdienen, dus werken jullie bij de DBE. Jullie zijn niet de eigenaren van de DBE. Jawel. Oh, jullie hebben de DBE opgericht. Ja. Het is namelijk vernoemd, zeg maar, dus... Oh, wie is dit? Medewerker van de maand, Ronald. Ja, dat is een schouwmedewerker. Oh, oké.
Nee, ja, leuk, maar jullie hielden het wel voor mijn geheim. Want jullie zeiden net al dat jullie geen idee hadden. Ja, het is niet de bedoeling dat iedereen straks hier voor de deur staat. Het is geen kermis hier natuurlijk. Dit zijn serieuze zaken. Okay. Nee, dan zou ik het geheim houden. Net als de zaak tussen de cowboys en piraten. Dat is natuurlijk ook... Ja, dat is, het ligt op span. Ik heb de cowboy echt al lang niet gezien. Ik heb hem echt al heel lang niet meer gezien, de cowboy. Ik mis hem wel een beetje. Maar dat is oorlog, hè. Oorlogstijd mis je elkaar. Ja. Volgens mij. Ik weet alleen niet of je de vijand hoort te missen. Maar ik heb nu niet specifiek een vraag meer. Want de vraag was meer van, wie is de DBE? Nou, dat weet ik. Maar wat doet de DBE nog meer? Laat maar, ik wil een rondleiding. Als het mag. Nou, het mag. Het gebouw is nog een beetje leeg. We zouden wel even ons toekomstige kantoor kunnen laten zien. Mits je het niet doorvertelt. Oh, ja, op één voorwaarde. En dat is? Die vertel ik na afloop. Volgens mij werkt het niet zo. Nee, dat klopt. We zijn eerder opgelicht door iets wat na afloop pas... Oké, wacht. Wat nou als jullie je huur verhogen van 5 diamonds naar 6? Vertel ik niks. Gaan jullie akkoord? Mogen we even overleggen? Gaan jullie maar even overleggen. Ik blijf wel hier rustig staan. Nou jongens, terwijl zij aan het overleggen zijn, weten we eindelijk wie de DBE zijn. Jullie hadden allemaal gelijk in de reacties. Het zijn de boselfjes. Alleen zien ze het niet meer uit als boselfjes, ook niet als piraten. Ik denk dat we dit na afloop even moeten bedenken. Toch wel. We komen later terug op het aanbod, maar... Oké, prima. Vertel maar nog even niks tegen de rest. Ik vertel helemaal tegen niemand. En prima. We kunnen je ook eigenlijk alleen de toekomstige kantoor laten zien. Ja. Alle ruimtes daartussen, die zijn strikt geheim. Okay. Dus de camera zal dan ook even uit moeten. En de kijkers kunnen dat even niet meekrijgen. Oh, dus ze krijgen niks te zien? Nee, vanaf deze deur moet de camera even uit. En boven kan die weer aan. Oké, prima. Dat gaan we doen. Ja, gaan we doen. Ja? Ja, oké. Jongens, dan zie ik jullie als we boven zijn. Goed. Ik heb mijn camera mag weer aan, toch? Ja, zeker. Mag ik heel even om me heen kijken? Ja. Of? Dit is de bovenste verdieping. En hier zal ons toekomstige kantoor gevestigd worden. Oh. En vanaf hier, zoals je kan zien, hebben we een mooi uitzicht. Goed uitzicht. Je hebt helemaal uitzicht op Piratenland, houden. Je kan mijn hele basis in de gaten houden. Aan de andere hier. Kant moet je misschien wel even een verrekijker pakken. Maar zie je de bank. Ik zie Cowboy Billy. Zie ik. Oh, de bank? Nee, dat kan ik net niet zien. Ja, het is een beetje mistig vandaag. Maar... Normaal kan je ook de bank zien. Normaal kan je ook de bank zien. Ik zie Cowboy Billy het verst. En die kan hier... Kan ik de hele winkelvallei zien? Ah, wel heel cool, moet ik zeggen. Ik ben de hele tijd al benieuwd wat hier zit, alleen het is wel leeg. Want hier komt dus in het kantoor. Dus daarom slapen we nog in het hotel, zeg maar. We hebben nog even verbouwing. Oh, jullie slapen in mijn hotel? Totdat het hier verbouwd is en dat jullie hier kunnen wonen. Zeker. Oh, een dakterras. Maar hier hebben we het dak en vanaf hier kunnen we het nog beter zien. Oh, hier heb je al helemaal goed zicht. Oh, dat is echt heel cool. Ik heb nog nooit mijn basis vanaf hier, vanaf dit punt kunnen bekijken. Ik moet zeggen, het ziet er wel cool uit. Het ziet er heel cool uit. En hier de winkelvallei helemaal. Wow, ik moet niet naar beneden vallen. Dan ben ik 100% dood als ik hier naar beneden val. Die boom. Jullie hebben gewoon is hoger dan de boom. Jullie gebouw. Jullie hebben echt een hoog gebouw gemaakt. Ja, dat is ook wel de bedoeling als je alles in de gaten wil houden. Hè? Ja, dat snap ik. Nee, oké. Maar cool. Cool. Dus hier komt jullie kantoor. Ja. Oké. Dus nou, ik zou wel een beetje opletten. Ik zou een beetje opletten met wat je doet. Want? Nou, we zien alles. Ja, jullie zien wel alles. Dat vind ik wel echt. Jullie hebben overal camera's. Ik zie die camera's telkens meer voorbij komen, die 4 camera's voor jullie. Maar ik vind het wel leuk. Ik vind het cool. Alleen wel spannend. Een beetje. Want ik weet niet wat jullie allemaal van plan zijn. Maar dat gaan we zien. Want ik bedoel, de rest van het gebouw mocht ik niet filmen. En ik heb zelf ook helemaal niks van de rest van het gebouw gezien. Ik werd echt letterlijk snel hier naartoe geleid. Dus wat voor geheimzinnige dingen jullie... willen. Wat voor geheimzinnige dingen jullie allemaal aan het uitvoeren zijn, heb ik echt geen flauw benul van. Ja, dat... Komt vanzelf wel meer duidelijkheid over. Oké, helemaal prima. Mag ik dan nu alsjeblieft naar huis? Want ik ben een beetje... Het feit dat jullie zo goed alles in de gaten kunnen houden... Wil ik zou die ook hier opgesloten kunnen houden? doe maar alsjeblieft niet. Dat spreek ik. Ik zet mijn camera wel weer uit, dan kunnen we naar beneden, oké? Oké. Prima. Zo, camera mag weer aan, hè? Ja. Camera mag weer aan. Hé, ik dank jullie wel dat ik binnen mocht komen. Doe Ronald de groetjes van me. Als ik jullie zo meteen bij het hotel zie, dan weet ik echt dat jullie een geheime tunnel hebben. Dan weet ik het 100%. Dan zijn jullie sneller. Ik ben te paard hier. En ik heb jullie niet gezien terwijl ik hierheen ging. En jullie hebben jullie zelfs omgekleed en al. Mag ik gaan? Ja. Maar nog niks vertellen, hè? Gaan we mijn huur dan verhogen naar 6.000 per week? Voor 1 week. voor deze week. Al moet ik zeggen, jullie hebben al voor je gegeven. Ja, dus daarom. 5 diamonds is goed. Oké. Ik spreek jullie, denk ik. Oh, misschien niet. Doei. Goed jongens, laten we hier snel weggaan. Het feit dat de boselfjes echt de DB1 zijn, baart me een beetje... Hé, dit is zo'n wandering trader. Wat heb jij voor mij?
heb jij iets goeds? Misschien verkoopt deze wel camera's. Deze manier komen zij aan die camera's. Als je ooit afvraagt hoe de DPE aan camera's komt, die krijgen ze van Wandering Traders. Maar deze heeft geen camera's, oké. Maar goed, laten we snel naar huis gaan. Ik heb het DPE-gebouw nu wel heel even gezien. Maar ik ben zo ontzettend benieuwd wat er in de rest van het gebouw zit. Want ik mocht het niet filmen van ze. Ik mocht niet filmen en ik heb het zelf ook amper kunnen zien. We zijn alleen op die bovenste verdieping geweest. Helemaal daar zijn we geweest. Maar ik wil heel graag zien wat er op die andere verdiepingen zijn. Wel cool dat je echt alles kon zien gewoon. Oké. Benno, het is tijd om terug naar huis te gaan. En ik weet niet of ik me daar helemaal veilig ga voelen. Nogmaals, want ze kunnen het zien. Ze kunnen me in de gaten houden. Zelfs waar ik nu loop, kunnen ze me in de gaten houden. Kijk, je kan gewoon overal kan je in de gaten gehouden worden. Niet fijn. Helemaal niet fijn. En ik zweer het, hè. Als ze zo meteen die twee piraten gewoon ergens weer aan het chillen zijn, dan weet ik zeker... Nou, dan weet ik zeker. Het zijn ze gewoon. Je zag het. Zelfs de nametags boven hun hoofd. De stemmen. Ze zeiden het zelf ook. Het zijn gewoon de boselfjes / de piraten. Het is echt ongelooflijk. Wacht, Benno, ik zet jou even gelijk terug. In mijn stal. Hoppakee, zo. Zijn ze nu ook gewoon hier? Zijn ze nu gewoon weer in een hotelkamer of niet? Hallo? Ik zie geen nametags. Hallo? Hallo? Nou, ze zijn nog niet thuis. Dus misschien zijn ze dan nog bij de DBE bezig. Althans, dat lijkt mij de meest logische verklaring. Maar goed, jongens. Ik heb gelukkig nog meer dingen op de planning staan. Ze zitten daar gewoon op hun boot. Hoe komen ze zo snel hier? Ja, hallo. Ik zie jullie. Hallo. Ja, gezellig. Leuk. Hoe dan? Ik ben letterlijk de paard hierheen gegaan. Kijk hoe snel zij nou alweer hier zijn. Of ze hebben een teleporteermachine. Of ze hebben een geheime tunnel. Of ze hebben weet ik veel wat, jongens. Ze hebben een bepaalde manier om hier gewoon snel te komen. En ik vind het niet leuk. Ik vind het niet leuk. Want ik heb ze uitgenodigd. Nu wonen ze soort van hier. En toch kunnen ze alles in de gaten houden. Nou, weet je, ik laat ze wel gewoon lekker met rust. Ik laat ze gewoon lekker hun ding doen. Daar in de boot. Ze zijn volgens mij gezellig met z'n tweeën, weet ik wat, aan het kletsen of zo. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal prima. En ja hoor, je kan inderdaad vanaf hier het puntje van het DBE-gebouw zien. Daar stonden we net letterlijk. Oh, nooit zo over nagedacht. Want ik heb hem wel een paar keer gezien, maar ik heb er nooit zo over nagedacht dat je hem echt gewoon... Het kan alles in de gaten houden. Hier moeten jullie me even mee helpen, jongens. Laat nu in de reacties weten, wat moet ik gaan doen? Wat zullen mijn stappen zijn? Help me alsjeblieft. Goed, jongens, we zijn één dag verder in het leven. En ik wilde eigenlijk dat huis gaan bouwen dat ik daar op dat laatste schier... Nou, niet het laatste, op dat schiereiland daar wilde bouwen. Maar dat ga ik helaas niet meer redden qua tijd voor deze video. Dus ik heb nog één klein leuk taakje die ik even wil doen. Eigenlijk twee. Het zijn twee kleine mini-taakjes. En die hebben te maken met de nether hier. Ik heb natuurlijk in de vorige aflevering mijn nether portal gemaakt. Alleen het ding is, als ik daarin ga, dan kom je bij mijn portal uit en die staat vet laag hier beneden. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Dus wat ik ga doen, ik ga hem heel even weer slopen. Zo, dan is dat gedaan. Dan precies waar die stond, gaan we eventjes omhoog bouwen. Gewoon een simpele kleine toren. Het ding is, nu als je hier komt, jongens, dan moet je helemaal omhoog lopen. Helemaal daarin en zo. En dat is gewoon niet handig. Ik weet dat hij hier tijdelijk is, maar ik wil hem wel vast op de goede locatie zetten. Dan kunnen we binnenkort gewoon een hele mooie netherportal maken in de nieuwe netherhub die we aan het bouwen zijn. Oh, en nu is het te hoog. Kijk, want Joris en Charles zijn heel druk met de netherhub hier. En ik heb te horen gekregen van ze hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Maar dat ga ik nog heel even niet aan jullie vertellen. Want dat willen we natuurlijk een beetje geheim houden. Even kijken. Laten we wel netjes even een pad maken gewoon. Het is namelijk een beetje irritant als je telkens helemaal naar beneden moet om naar mijn portal te gaan. Zo. Oh, dan heb ik hem te hoog gebouwd. Nee, nou, maakt niet uit. Maakt voor nu niet uit. Dan bouwen we hier de portal even netjes. Zo, bouw ik er heel even een muur tegenaan, zodat je er niet een keertje afvalt. Of als een ghast hier komt, dat je gelijk doodgaat. Dat zou ook een beetje onhandig zijn. Bouw hem ook gelijk iets hoger, gewoon zo. Hoppakee. Gewoon heel even een tijdelijk bruggetje. Oké, dit is toch veel handiger, jongens. Kijk, hier komt uiteindelijk het pad zo. En die gaat dan helemaal daarheen. Want daar is natuurlijk ook de end. Maar dan krijg je uiteindelijk een zijgangetje naar mijn netherportal. En daar wil ik uiteindelijk een helemaal een soort piratenachtige netherportal maken. Maar dan in de nether. Hoe een cool idee is dat. Maar voor nu is dit gewoon heel eventjes veilig. Dan steken we hem aan. Boom. Ja, dit is toch helemaal top, jongens. Dit is toch helemaal top, gewoon even tijdelijk. Nu zijn we gewoon weer een beetje geconnect met de netherportals hier. Trouwens, ik ben al een tijdje niet bij mijn winkel geweest. Misschien heb ik al wat dingetjes verkocht weer. Even... Wow, ik kom hier nooit via de nether. Het is heel raar om weer ineens in de boom te zijn. Ik kom echt nooit in de winkelvallei via de nether. Ik ga altijd met mijn paard. Winkeltje, hebben we diamonds verdiend? Ik hoop het. Ik hoop dat we diamonds hebben verdiend. Even kijken hoor, hier. Nou, we verkopen nooit blaadjes. Blaadjes hebben we echt letterlijk nog niks van verkocht. Oh my god. Oh, spruishout. Of is het geen spruis? Dus dark ook. Oh mijn god, wat een diamond. Wat een diamond, jongens. Hier,
alles. Mijn dak ook is op. Mijn winkel is helemaal uitverkocht. Oh mijn god. Ik moet mijn winkel weer bijvullen. 17 diamonds. Hebben we hier nog wat? Oh, nog 4 diamonds. En hierboven nog 22 diamonds. Huh? 22. Hebben we hier ook boven nog graphic verkocht? Nee, dirt misschien. En nog 1. 23 diamonds in totaal. We hebben 23 diamonds met mijn winkel weer verdiend. Ik moet hem bijvullen binnenkort, jongens. Kijk hoeveel diamonds we hebben op het moment. Ik moet echt mijn winkeltje gaan bijvullen. Mijn spruce hout, ook hout. Nou, ook hout niet trouwens. Spruce en dark oak is op. Helemaal leeg. Oeh, jongens, kijk, daar heb je de DBE weer. Ik word in de gaten gehouden, ik weet het zeker. Laten we dan maar weer snel terug naar huis gaan via de Netherport. Want ik ben hier niet met mijn paard. Een stukje lopen daar naar Piratenland vind ik dan net nog te ver. Dus dan gaan we maar gewoon via de Netherport. En dan kunnen we mooi de route doen naar mijn eigen huis. Oh, dan ben ik blij dat ik dit gedaan heb. Anders moest ik hier naar beneden springen. Althans, naar beneden springen is niet zo erg. Maar het is vooral gewoon dat omhoog klimmen de hele tijd. Oeh, hij is trouwens niet veilig aan deze kant. Je kan zo door naar beneden vallen. Oké, dat is ook niet helemaal top. Goed, jongens, dan ga ik in de volgende aflevering beginnen met het huis dat ik hier wilde bouwen. En het idee heb ik van een kijker. Want ik zei volgens mij in de vorige video ook dat jullie moesten gaan beslissen wat er op die eilanden moest komen. Want er zijn op het moment zijn er nog 2 vrij. Nou, hier heb ik al besloten wat ik ga maken. Nogmaals, door een kijker die een reactie heeft achtergelaten. Dus die kijker komt volgende video ook in beeld. Maar, dus dit is al besloten. Ik heb nog niet besloten wat ik op dit eiland hier wil bouwen. Daar. En ik wil dat waarschijnlijk in 1 video wil ik allebei die dingen gaan bouwen. Dus laat nog zeker even een reactie achter wat ik op dit eiland moet bouwen. En hou een beetje in gedachten. Dit eiland is het enige eiland dat helemaal doorloopt tot het water hier. Dus we zouden iets met een biertje kunnen doen. Maar dit is het enige schiereiland die letterlijk tot het water loopt als in zonder dat je eraf valt. Kijk, de andere zijn allemaal hoog en dan val je in het water. Hier kan je in het water lopen. Dus misschien kunnen we hier iets met een biertje doen. Iets waar boten aan kunnen meren. Dus hier kunnen we een klein bootje erbij bouwen. Verzin het. Er kan in ieder geval wel wat leuks zien komen. Het is wel heel moeilijk terrein om te gaan bouwen. Omdat het echt heel schuin loopt. Maar wij piraten hebben daar helemaal geen moeite mee. Dat komt helemaal goed. Dan voor nu, jongens, ga ik helaas de video afsluiten. Het is de eerste video in een hele lange tijd dat ik niet gebouwd heb. Ik voel me een beetje vies dat ik niet gebouwd heb. Normaal moet ik echt bouwen in zo'n video als dit. Maar ik heb gewoon niet kunnen bouwen door de DBE. Maar we zijn wel weer een stukje wijzer. In ieder geval voor nu, dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker ook even niet te abonneren. Ben je nou al geabonneerd? Heel goed, heel goed. Kijk dan even lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Content Veen deel. Heb je die nou nog niet gezien? Kijk hem dan nu, want hier wordt wel gebouwd. En de volgende video ook. En nu spreek ik later glaasje water, telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer.